Hi, vlog nummer 3 alweer. Dit keer gaat hij over wijn. Jan Dio van Abbema Wijn neemt straks plaats in deze stoel en gaat jullie alles vertellen over de wijnen van Buurten. Luister goed, deze man weet echt heel veel over wijn. Als jullie straks vragen hebben, kan dat via WhatsApp of in de comments onder deze post. En dan hoor ik het graag. Geniet ervan! Mijn naam is Jan Dio Verbund. Ik ben wijnleverancier van jullie restaurants. Ik wil eigenlijk beginnen met de bespreking van de huiswijnen. En wat zijn de huiswijnen? Dat zijn eigenlijk de wijnen die men als automatisch bestelt als men in een restaurant binnenkomt. Hebt u een glaasje wit, hebt u een glaasje rood, hebt u een glaasje rosé? Nou, en dan is het de bedoeling dat het een soepele wijn is die makkelijk drinkbaar is. Ik denk alleen dat je ook de vraag zou moeten stellen, wil u een glas Sauvignon Blanc of een Chardonnay bij de witte? En waarom? Omdat men bepaalde voorkeur heeft voor een wat drogere type wijn ten opzichte van een wat molliger type. En Sauvignon is mineralig, is wat droog, zit hoog in het fruit ook. En Chardonnay heeft net wat meer ronding. En er zijn ook enorm veel liefhebbers voor. Wat we hier nu neergezet hebben, dat is eigenlijk een categorie frisse droge wijnen, als aperitief zeg maar. Als een gast zegt van ik wil iets lekker droog hebben of een mooi aperitief, dan zou ik zeggen ja, die cava altijd promoten, want het is ook droog en fris. Dan de Sauvignon Bergon is mooi strak, droog. De Verdejo uit Rueda ook. En de Grüne Veltliner heeft datzelfde karakter ongeveer. Dus ik denk als je zegt, men wil een fris glas, dat je hieruit zou kunnen laten kiezen. En ik zou altijd zorgen dat je een paar oesters per tafel verkoopt met een glas cava erbij. En als ze dan zeggen, nou ja, maar we hebben niet zoveel zin in mousserende wijn. Nou, dan neemt u toch gewoon Grüne Veltliner. Dan pak je de hoogste uit de range. Upselling, dames en heren. We hadden het net over de zeg maar makkelijke drinkbare wijnen. Iets droogs, een beetje mineralig. Daar zou je die Bergon Rosé zeker bij moeten adviseren. Maar het is rosé en geen wit. We hadden het net over de witte. Dit is droog, is mooi fruit en makkelijk drinkbaar. Dan komen we een beetje bij de wijnen die iets meer body hebben. Als aperitief vind ik dat jij als verkoper niet kunt zeggen, maar dat is niet bedoeld als aperitief. Dus mensen kiezen wat ze willen. Alleen, ik zou zeggen, dit zijn wijnen om bij te eten. Ze hebben allemaal iets van ronding in zich. Die Arnijs is denk ik misschien wel wat droger natuurlijk dan de Pinot Grigio. En de Limoux Chardonnay die we besproken hebben, die heeft ook een beetje houtlagering. Maar dat zijn dus wijnen met een beetje ronding. Bij gerechten, bij salades, bij visgerechten, etc. De iets lichtere wijnen, dus niet te zwaar, makkelijk drinkbaar. De Bergon Merlot, gewoon soepel glas wijn. De Cabernet Sauvignon uit Chili, die heeft net iets dat tikje tannineachtig meer dan de druif Merlot. Cabernet heeft altijd iets krachtigers. Dus mensen die de Merlot te licht vinden, die zouden zoiets kunnen nemen. En als je het hebt over volle elegantie. Finesse, maar niet zwaar, maar wel veel smaak. Zeg maar dat enorme krachtgeweld van sommige wijnen uit Spanje. Maar elegantie vooral, Pinot Noir. Ik denk bij allerlei salades, bij kipgerechten, ja, je zou het zelfs kunnen serveren iets gekoeld bij een gegrilde vis. Stevige vis. Zou kunnen.
Nou, dan komen we bij twee wijnen die absolute kracht hebben, dat wel. Maar vooral op gebied van fruit echt de boel ontstijgen. Fruit, zachtheid, maar wel compleet wijn. Een complete wijn, zeker die Barbera. Ik denk dat je de Zuid-Afrikaan door zijn ronde variëteiten, omdat die gemixt zijn, komen niet alle krachten tezamen. Dus het heeft ook een elegantie toch wel. Maar het is ook een Zuid-Franse blend die ervoor zorgt dat je toch wel een compleet glas wijn hebt. Maar dat is geen kabaal en geweld. Ja, dan komen we in de categorie rood en krachtig. Rioja, wat ik net vertelde, heeft heel veel wijnen die enorm veel hout hebben als opvoeding. Hier wordt weinig hout aan toegevoegd, maar die wijnen die zijn zodanig gemaakt dat ze toch een bepaalde souplesse hebben en niet te veel dat hout erin hebben, maar enorme kracht vanwege de hele lage opbrengst. En soepel, maar wel kracht. Die kun je makkelijk bij gegrilde biefstukken en gegrild vlees, is ideaal. Nou, dan hebben we het over zijn niet directe buurman, maar in ieder geval uit Ribera del Duero. Tempranillo met Merlot. Dit is een beetje een blockbuster, noemen ze dat. Dat komt binnen als een krachtige rode wijn. Hier moet je ook echt gerechten bij adviseren die dat aankunnen. Want anders is die wijn die overroelt alles. Is een zeer gewilde wijn. Dan als laatste de Malbec. Een druif natuurlijk uit Frankrijk. Maar die doet het geweldig in de snikhete zon van Argentinië. In Mendoza kunnen die temperaturen oplopen tot 45 graden in oogsttijd, hè? Dus op het eind van de zomer daar. Dat wil zeggen dat die druiven bijna geroosterd worden, dus dat geeft enorme kracht aan de wijn. En dan is de kwestie van hoe hou je dan de boel in balans door hem op goed hout te leggen en doordat die wijn nog wel drinkbaar blijft. Dus het is heel veel kracht. Maar het is drinkbaar en hier heb je echt zin in een tweede glas bij een stuk vlees, noem maar op. De Grüner Veltliner. Grüner Veltliner is een druif uit Oostenrijk. En die druif die heeft als karakter dat het droog is, absoluut droog, een beetje knisperend. En het zijn minerale wijnen die bedoeld zijn, als aperitief kun je het rustig drinken, heel goed zelfs. Maar ik denk dat het ook erg lekker is bij bepaalde gerechten, zoals een salade of bij een stukje vis. Grüne Veltliner, erg populair op het moment. Dan gaan we naar de Rueda uit Spanje. Wat is Rueda? Dat is een streek ten noorden zeg maar, van Madrid, anderhalf uur. Bij de Rueda-streek heb je ook liggen de Toro-streek en de Ribera del Duero. Daar komen we dadelijk bij de rode wijnen nog over te praten. Rueda heeft als eerste streek in Spanje hun eigen druif helemaal gecultiveerd. En dat is een druif die vroeger eigenlijk werd gebruikt om zoete wijnen te maken. Maar tegenwoordig komen daar de meest knisperende droge wijnen vandaan van de Verdejo druif. Heel lekker glas wijn als aperitief. Lijkt een beetje Sauvignon-achtig, mooi droog. Bij gegrilde vis of een salade, maar ik zou zeggen, daar kun je eigenlijk overal bij schenken. Behalve bij visgerechten met een roomsaus of zo, dan zou ik toch meer kiezen voor de Arnijs. En wat is de Arnijs? Dat is een druif die komt alleen maar voor in Piemonte in Italië.
Arenijs heeft als karakter dat het eigenlijk nergens op lijkt. Dat is het leuke van die wijn. Het lijkt niet op Chardonnay, het lijkt niet op Sauvignon. Je kunt het niet vergelijken. Maar waar doet het dan aan denken? Nou, ik denk als iemand vraagt waar lijkt die wijn dan op, dat je een antwoord kunt geven van het heeft iets van Viognier, het heeft iets van misschien een beetje Sauvignon-achtig, maar het heeft zijn eigen karakter. En die wijn die is uitermate geschikt als begeleider bij een hele hoop visgerechten, salades, noem maar op. Zomerse gerechten vooral. Dan gaan wij nog een keer Italië bespreken. Dat is de Pinot Grigio. Pinot Grigio is de naam van de druif. Die komt oorspronkelijk uit Oost-Europa. Vervolgens is hij bekend geworden in de Elzas en Frankrijk. De Tokaj Pinot Gris. Daar is die Pinot Gris gaan heten. En omdat die Italiaans is, wordt die Grigio genoemd. Deze wijn die komt uit de buurt van Veneto. Soepel, makkelijk, modieuze wijn. Ik denk dat dit een van de best verkochte wijnen is in de horeca. Dat denk ik zo. En zeker als we zien wat jullie er ook in omzetten. Dan gaan we naar, als ik het goed doe, de laatste wijn, wit. Dat is Lagarrigue Limoux. En wat is Limoux? Dat is de herkomststreek uit de Languedoc. Het is een Chardonnay. En Limoux is een streek die ligt zeg maar tegen de Pyreneeën aan en heeft zodanige ligging dat het een ideale klimaattemperatuur heeft en grond ook om daar Chardonnays te maken en Pinot Noirs te maken die de koelte van het klimaat nodig hebben om optimaal te kunnen produceren. En dit zijn wijnen met een beetje houtlagering en deze Limoux is krachtig. Als je zweesreek op de kaart hebt, kan het erbij. Het kan bij vis met het saus. Gegrilde zaken. Ik weet nu even niet wat er op de kaart komt te staan. Maar in ieder geval breed inzetbaar voor het diner. Goed, we hebben toen net de huiswijnen besproken. En de uitleg ook wat huiswijnen zijn. Dat is misschien ook leuk om te vertellen. Dat je vroeger wijnkaarten had, die waren ingedeeld nog in de tijd van dat er eigenlijk alleen maar alle wijnen op de wijnkaart uit Frankrijk kwamen. En dan had je een wijnkaart die was ingedeeld in witte wijnen uit Bordeaux, witte wijnen uit de Bourgogne, witte wijnen uit de Elzas. Dat was het. Rode wijnen Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais en dan had je ook nog een beetje Rhône. Dat was het. Palet. En dan had je dus huiswijnen. En wat was de image van de huiswijnen? Niemand nam dat, want dat was het goedkoopste van de kaart. En dat deed er ook niet toe, want iemand die een huiswijn nam, die bleef waarschijnlijk niet eten of die at iets heel kleins. Alleen in de loop van de jaren is het natuurlijk steeds belangrijker geworden dat iedereen die binnenkomt moet gewoon een glas wijn bestellen. Dat is de bedoeling. En huiswijn wilde dan eigenlijk vertrouwelijk zeggen dat je wijn van het huis nam, dus dan zal het wel goed zijn. Dat is eigenlijk het idee van huiswijn. Maar je zou de huiswijnen eigenlijk helemaal niet hoeven te noemen als huiswijn, want ze staan ook in een volgorde met prijs en omschrijving. Dus het woord huiswijn is niet eigenlijk relevant meer. Want als je een gast hebt die elke week terugkomt en die zegt, ik heb de keizerstoel van Joner als mijn huiswijn, dan ga je niet zeggen, ja maar dan moet u die andere nemen, die goedkoop. Nee, dan krijgt hij die fles. Wat is Baden is de streek waar deze Pinot Noir vandaan komt. Van de keizerstoel, dat is een premier cru wijngaard in Baden. En het is de Spätburgunder naam die gewoon hetzelfde betekent als Pinot Noir.
Dus de Duitsers die hebben altijd een eigen koers gevaren. En zeker aan de andere kant van de Elzas, want Baden ligt net aan de andere kant van de Rijn, hebben ze gedacht, nou, wij noemen dat geen Pinot Noir, maar dat is te Frans. Dus wij noemen dat Spätburgunder. Zoals ze daar ook de Pinot Gris, die heet daar Grauburgunder. Enfin, dit is een wijnboer in Baden die een Pinot Noir maakt, waar vele Bourgogneboeren jaloers op zullen zijn. Want hij maakt een Pinot Noir zoals de meest mooie Bourgognes. Alleen enorm in prijsverschil. Gaan wij naar de Barbera d'Alba. En die komt van een bedrijf uit Piemonte, uit Alba. En wat is Alba? Piemonte is onderverdeeld in een paar streken. En je hebt dus je hebt de Asti-streek, je hebt de Alba-streek. Nou ja, enfin, dit komt uit Alba en Barbera is de naam. Een druif die vroeger, dan praat ik over 50 jaar geleden, werd daar alleen maar lokaal verkocht als bulk. Dat was een makkelijk glas wijn. Maar men is daar ook steeds beter gaan begrijpen dat je kwaliteit moet maken, ook al is het een eenvoudige druif, want dan zou het wel iets leuks kunnen worden. Dat is hierbij ook gelukt, denk ik. Fruit, niet te veel hout, redelijke kracht. Ja, echt een wijn bij niet te zware gerechten. Wordt in buurten al jaren verkocht. Vervolgens, Chili. Chili maakt al generaties lang wijnen van eigenlijk hoofdzakelijk Franse druiven. En de Cabernet Sauvignon is een druif uit de Bordeaux. En die hebben ze daar in de Valle Central, dat wil zeggen de grote vallei, zoals de Languedoc eigenlijk in Frankrijk, maken ze daar perfecte, keurige, niet te moeilijke wijnen. Dit is een redelijk eenvoudige wijn, maar geeft kracht. En mensen die net iets meer pit willen dan een Merlot, die kunnen dus hiervoor kiezen. Zuid-Afrika. Wat is hiermee aan de hand? Dat is uit de Western Cape. Gemaakt door een winery. Boekhoutskloof. Enorme. Specifiek op rode druiven gerichte wijn en winery. Je moet het zo zien dat de wijnmaker. Die heeft stage gelopen in de Noord-Rhône om zeg maar Condrieu en al dat soort wijnen te maken. Dus die is gewend om met die druiven te werken en heeft dat daar toegepast. Dit zijn hele zuivere wijnen met redelijke kracht, niet overdreven vet. Redelijke kracht en gemaakt van drie druivensoorten uit de Rhône. Gaan we naar Spanje. Iedereen kent Rioja, neem ik aan. Rioja ligt in Noord-Spanje. Wat is Noord-Spanje? Dat betekent dat je vanuit Frankrijk over de Pyreneeën kom je in Spanje aan. Als je dat doet richting Barcelona, dan moet je naar rechts. Want het ligt tussen Bilbao en Barcelona in. Daar ligt de Noord. De Noord-Rioja. En je hebt daar ook Navarra. Dat is ook een streek, iets minder bekende streek. Maar het zijn wijnen die enorm gepromoot zijn, zeg maar een generatie terug. Daardoor is denk ik Rioja nog een van de bekendste wijnen van Spanje. Gemaakt van typische druiven zoals Tempranillo, Mazuelo en Garnacha. Dit is met weinig houtlagering, Bozzetto de Exotto, weinig houtlagering, maar net eventjes genoeg om die wijnen toch pit en kracht te geven. Lekker, gewoon lekker glas wijn. Ja, lekker Rioja. Dit is een oude bekende voor restaurantbuurten, want ik denk dat die vanaf het eerste moment al geschonken wordt in buurten, is de Cayir, dat is de Ribera del Duero.
een van de betere streken ook in Spanje. Dat ligt ook niet ver van de Rueda-streek. Dit is een hele goede bodega, die maakt uitermate geconcentreerde wijnen. Daar zit 75% Tempranillo in, en dat is de basisdruif bijna voor alle Spaanse wijnen. En de rest is Merlot. En die geeft eventjes dat zachte effect. Niet makkelijk drinkbaar, nee, stevig glas wijn. Moet je echt iets van vlees of iets stevigs bij eten. Ik vind het altijd zo leuk dat men dan zegt op sommige wijnkaarten, vooral bij kaas. En dan denk ik, ja, vooral bij kaas, maar er zijn zoveel mensen die s'avonds geen kaas meer eten. En dan ook geen zin meer hebben om een glas wijn erbij te drinken. Omdat ze dan misschien kiezen voor een glas port. Maar ik vind altijd wijnen opmaken bij de kaas een ander verhaal dan hem speciaal te selecteren ervoor. En dan de laatste wijn rood is de Caiken Malbec uit Argentinië. Van een bodega die oorspronkelijk uit Chili komt. Dat is namelijk de Montes groep. En die hebben een bodega gekocht en wijngaarden in Mendoza. En ja, die maken daar wijnen op een manier die... ze zijn houdbaar, maar ze zijn ook redelijk snel drinkbaar door een mooie tannines, behoud van fruit, een beetje jammy-achtig afdronk, gewoon stevig glas, gewoon lekker glas wijn. En, de laatste wijn is de Cava. Gusto y Mochon. Oftewel GM, een cava gemaakt door een flying winemaker. Dat is een ongelooflijk mooie vent die kiest zijn bodega's waar hij goede contacten mee heeft. Maakt afspraken met die bodega's. Ik wil die pluk hebben en ik wil die pluk hebben. En ik kom de wijnen maken met jullie materialen. En dan maakt hij zijn cava. En dat is dus dit geworden. Gemaakt van een aantal druiven die alleen maar daar voorkomen. En Sarello en dat soort druiven. Droog, mooi, bruut gemaakt. Bruut is niet bruut zoals tegenwoordig modewoordje is. Zo van, hoe heb je het gehad? Ja, bruut, ja, dat is iets anders dan dit. Bruut wil zeggen droog. En droog met fruit, want een wijn zonder fruit, dat is niks. Dus elke wijn moet fruit hebben om ervan te kunnen genieten. En je hebt dus hier een mousserende wijn, wat prachtig uit het glas springt. Mooi droog, ideaal als aperitief. Ik zou kunnen voorstellen dat je zegt, ja, maar ik doe een paar oesters erbij. Ja, heerlijk bij oesters. Ja, en eerlijk gezegd, ja, maar maakt het uit. Als je zegt, ik vind het ook lekker bij een biefstuk, dan doe je dat. Maar het advies aan een klant van, u hebt biefstuk, dus nu een cava, zou ik nou niet adviseren. De laatste wijn van de bespreking, dat is, we hadden het straks over kaas. Als je zegt, ik wil de rode wijn opmaken bij de kaas, dat kan natuurlijk. Maar... je kunt ze ook enorm plezier doen met niet dan meteen weer die bekende port, maar een portachtige wijn en, die niet uit Portugal komt, maar uit Frankrijk, uit de Languedoc, Roussillon. En wat is dat? Dat is een Banyuls. En Banyuls moet je eigenlijk zo zien als een wijn die op dezelfde manier wordt gemaakt zoals port. Dat wil zeggen, de druiven worden geperst. Vervolgens wordt er de gisting in werking gesteld, maar die wordt afgekapt, die gisting, bij ongeveer 7-8% alcohol, wat er dan aanwezig is. Je weet dat alcohol alle suikers opeet en dan is het klaar. Dan heb je een wijn waarvan de suikers omgezet zijn in alcohol. Nou, dan kom je meestal uit die zuidelijke streken
op 14%, 13% alcohol. Maar wat doen ze bij, in dit systeem? Dan betekent dus dat bij 8%, 7-8%, wordt de alcohol, de gisting gestopt door pure alcohol toe te voegen. Weinig alcohol. Dat kun je niet zomaar bij de apotheek halen, maar dat is echte wijnalcohol. Wat gebeurt er dan? Die maakt alle gistcellen dood. Vervolgens, het alcohol zorgt dat het een percentage gaat krijgen wat veel hoger is dan normale wijn. Want dan, je komt ongeveer, dit is 16%, ja, 15-16%. Dit is 16. Kan ook een beetje aan het jaar liggen. En wat heb je dan? Dan heb je versterkte wijn. En zo doen ze het bij port ook. Dus wat gebeurt er dan? Dat betekent dat je een rode wijn hebt met veel alcohol, maar zoet. Want niet alle suikers waren bij die 6 of 8% vergist. Dus je houdt de suikers over. En dat geeft hem dus een ideale plaats waar dat na die op hout gelagerd wordt, et cetera. Om hem dan te gebruiken als een dessertwijn bij chocola. Magnifiek bij chocola. Bij een chocoladetaartje of maar ook bij blauwe kaas, bij kazen, stinkkazen. Daar zou dat heel goed bij passen. Succes met de verkoop. En men weet mij altijd te vinden als er vragen zijn.